Ik ben Marianne van Oostende, ik ben 23 jaar en dankzij Cure for Life ben ik 25 kilo afgevallen. Nou, op 20 april dit jaar ben ik getrouwd met de man van mijn dromen natuurlijk en in de jurk van mijn dromen en ik denk eigenlijk wel allemaal door Cure for Life. Ja, dat was echt wel de mooiste dag van mijn leven, kan ik zeggen. Ja. Afgelopen 2 jaar dat ik echt heel erg ben aangekomen. Ik was een echte levensgenieter. Een wijntje, een kaasje, een worstje. Gewoon lekker met de vrienden wat drinken. Ik hield ook van eten. Ik schepte zo 4 keer op. Maar ik had wel zoiets van, nou, op deze leeftijd, ik was 22, dacht ik, nou, zo wil ik er niet uitzien. Ik ben jong, ik begon last te krijgen van mijn gewrichten, van mijn rug. Niet alles was makkelijk meer om te gaan doen. Ja, dan denk ik, je bent 22, kom op, zeg, je bent jong. Gewoon gaan ervoor en afvallen. Voordat ik met Cure for Life begon, woog ik 90 kilo. Nu weeg ik 65. Mijn streven was echt om voor de bruiloft te zijn afgevallen en dat is me ook gelukt. Het was ook echt gewoon precies op het randje. Ik woog mijn 65 kilo vlak voor de bruiloft, dus het was gewoon echt heel mooi getimed. Voor mij was het echt gewoon let op je voeding, geen tussendoortjes, suikers vermijden. Ja, dat was voor mij echt alles en heel belangrijk. Als ik iemand ken die zelf ook met overgewicht zit, dan zou ik zeker Cure for Life aanraden. Gewoon omdat je door lekker eten af gaat vallen. En ja, dat is wat mij ook echt elke keer weer motiveerde. Op dit moment eet ik nog steeds volgens mijn persoonlijke programma. Als ik nu de foto's terugkrijg van de bruiloft, dan denk ik, wauw, dat is echt zo mooi. Daar heb ik eigenlijk al die tijd voor gewerkt. Mijn ultieme droom was om weer hele leuke kleren te gaan kopen die ik op websites zag en waarvan ik dacht van, nou, dat vind ik zo leuk om aan te trekken, maar nu ik zo dik ben, kan ik het niet aan. Ik wil ook gewoon slanker uitzien op mijn trouwdag. En ik dacht, ja, ik wil gewoon stralen. En nou, dat is me ook gelukt.